Justitieminister Kenneth Amoxie zegt dat het vuurwapenbeleid is aangescherpt. Hij sprak eerder tijdens een persmoment na een vergadering van de regeringsraad. De bewindsman zegt dat hij ook afspraken heeft met zijn collega's in het Caribisch gebied ten aanzien van dit beleid. Ook dat sowieso het beleid is aangescherpt. We hebben het ook gezien met de verhoogde controles, de roadblocks die allemaal uitgevoerd worden, invallen die allemaal uitgevoerd worden. Het is met deze gedachtegang dat deze activiteiten plaatsvinden. En verleden week nog is er in samenwerking, eigenlijk met ondersteuning van de Amerikaanse ambassade, samen met een orgaan van de UN, de Verenigde Naties, de UN-LIRIC, hun organisatie die belast is met het aanpakken van ontwapening, ontmoedigen. De minister meldt verder dat het beleid om vuurwapensmokkel te ontmoedigen is aangescherpt. De afgelopen tijd zijn ambtenaren speciaal getraind om betere controle op vuurwapensmokkel uit te oefenen.